Het aantal ouderen groeit. Dat vraagt om nieuwe, slimme oplossingen om de kwaliteit van leven te vergroten en de kosten voor gezondheidszorg te beperken. Drenthe loopt hierin voorop. In de provincie worden in dit kader allerlei projecten uitgevoerd. De vraag is altijd zo van, heb je nog de mogelijkheden, ook als het wat minder goed met je gaat, om dan nog actief te blijven. En die ruimte, vooral vanuit een soort collectief perspectief, dat je met elkaar kunt optrekken, die wordt dan hier geboden. Ze hebben meer dan 1000 manjaar ervaring op het gebied van productontwikkeling, specifiek op het gebied van medical devices. Nou, waarschijnlijk kom je in een omgeving van 300 kilometer nergens anders zo'n tent tegen. Een jaar geleden is er een congres geweest in Brussel, waar mensen van overal de wereld bij elkaar waren. En dan merkte je dat Jork, zowel in Australië en in Mexico, in België, Frankrijk, Spanje, overal werkt het. Drenthe is onder meer partner van het HAN. Het Healthy Aging Network Noord-Nederland. Als HAN hebben wij eigenlijk de rol om te initiëren, stimuleren en te verbinden. Dus partijen bij elkaar te brengen die iets kunnen betekenen in het kader van Healthy Aging. Healthy Aging kent 5 thema's. Eén daarvan is Healthy Lifestyle, waar Ton Mulder programmaleider van is. Dat heeft dus te maken met kunst en cultuur. Met dansen, theater en ja, verzin het maar. En het is allemaal van belang om inderdaad zo gezond mogelijk te blijven leven. In dat opzicht wil Noord-Nederland en in het bijzonder Drenthe gastvrij zijn. En we kijken naar allerlei bijzondere crossovers, bijvoorbeeld horeca en gezondheidszorg. De gezondheidszorg zou iets kunnen leren als het gaat om hospitality van de horeca. En omgekeerd kan dat wellicht ook het geval zijn. Een voorbeeld van zo'n crossover is het plan voor de Lambartushof. Een woon-werkvoorziening voor oudere kunstenaars en wetenschappers in Anneveenster Kanaal. Het belangrijkste element daarin is natuurlijk dat ze met elkaar als collega's nog heel lang met elkaar op kunnen trekken. Maar tegelijkertijd ook hun werkzaamheden kunnen continueren, omdat er ateliers zijn waar je aan de slag kunt. De vraag is altijd zo van, heb je nog de mogelijkheden, ook als het wat minder goed met je gaat, om dan nog actief te blijven. En die ruimte, vooral vanuit een soort collectief perspectief, dat je met elkaar kunt optrekken, die wordt dan hier geboden. Healthy Lifestyle hangt nauw samen met de andere thema's van Healthy Aging. Drenthe zet ook heel erg in op medische technologie. Wij verouderen. Belangrijk is dat je zo lang mogelijk actief blijft, ook maatschappelijk actief. Dat betekent ook dat je zo lang mogelijk ook je bijdrage moet kunnen leveren aan de maatschappij. Nou, medische technologie kan ervoor zorgen dat jij langer functioneert, dat je langer werkzaam kan zijn en dan kan op die manier echt een bijdrage leveren aan de maatschappij als totaal. Als je geopereerd wordt, dan word je meestal hopelijk dichtgenaaid. Daar heb je draad voor nodig. Dat is medische technologie. Als er iets aan je hart mankeert, moet je misschien wel gedotterd worden. Dat is medische technologie. Jan Degenhart is verbonden aan Springboard, een club van bedrijven die als doel heeft de medische technologie in Noord-Nederland te stimuleren. Een voorbeeld van een bedrijf dat medische hulpmiddelen ontwikkelt en produceert is IMDS uit Roden. Interventional Medical Device Solution is een bedrijf wat feitelijk een totaaloplossing biedt op het gebied van productontwikkeling en procesontwikkeling in het hele brede spectrum van medische technologie. Ze hebben meer dan 1000 manjaar ervaring op het gebied van productontwikkeling, specifiek op het gebied van medical devices. Nou, waarschijnlijk kom je in een omgeving van 300 kilometer nergens anders zo'n tent tegen. Als ik bij IMDS rondkijk, dan zie ik mensen die bezig zijn met producten die daadwerkelijk de kwaliteit van het leven van anderen verhogen, CQ verlengen. Als jij een product hebt en je weet dat degene die dit product gaat ontvangen feitelijk daardoor weer een volledig leven terugkrijgt, dan heb je iets wat ertoe doet. Een heel ander project in het kader van Healthy Aging is JOG, Jongeren op Gezond Gewicht. Dit is een internationaal initiatief dat ook in Drenthe wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld in Borger Odoorn. Pieter Ruiter is projectleider voor JOG Drenthe. JOG kun je het makkelijkst uitleggen als een beweging waarbij iedereen zich inspant dat jongeren lekker en gezond eten en dat ze voldoende bewegen om te voorkomen dat ze later uiteindelijk te dik worden.
Een jaar geleden is er een congres geweest in Brussel, waar mensen van overal de wereld bij elkaar waren. En dan merkte je dat Jork, zowel in Australië en in Mexico, in België, Frankrijk, Spanje, overal werkt het. Het is in Frankrijk begonnen. Je moet je 7 jaar inspannen en dan zie je een knik in de curve. Dan worden kinderen minder dik. Nou, deze gymles zelf is eigenlijk niet zo heel speciaal, maar wat je ziet is dat die gegeven wordt door een combinatiecoach. En de kinderen zien die combinatiecoach zowel in de gymles op school als bij de sportvereniging. Dus ze hebben een vertrouwd gezicht, zodat als ze gaan sporten, ze niet aan een nieuwe docent hoeven te wennen. En dat zorgt dat veel meer kinderen vanuit de lagere school gaan sporten. En het is als experiment gestart. De overheid financiert het, maar het wordt in heel veel gemeenten en ook in Borgerodoren wordt het gewoon voortgezet. Het werkt. Bij JOG proberen we juist die dingen die in de gemeente al gebeuren zo te organiseren dat ze elkaar versterken. Dus aan de ene kant heb je de combinatiecoaches met de gymnastieklessen. Aan de andere kant heb je fruit eten op de basisscholen. Je hebt de gezonde schoolkantines. Overal waar je een klein stapje kan zetten, moet je die stap ook zetten. En al die kleine stapjes die versterken elkaar. En dat is de kracht van JOG. En dat is nu precies waar de provincie Drenthe op inzet. Nieuwe, slimme oplossingen om gezond ouder te worden.